Het volgende kattenasiel houdt zich al sinds 1980 bezig met het opvangen en verzorgen van zwerfkatten. We zijn hier bij Stichting Zwerfdieren in Alkmaar. Wij vangen afstandskatten op. En dan moet je denken aan mensen die naar een verpleeghuis moeten, waardoor ze afstand moeten doen van een kat. Of mensen die opeens allergisch blijken te zijn voor een kat. En voor de rest hebben we heel veel zwerfkatten. Dus echt katten die op straat worden gevonden. En verder hebben we ook nog pensionkatten. Het voordeel van ons pension is dat we ook bevoegd zijn om medicatie te geven. Dus wij vangen bijvoorbeeld heel veel katten op met suikerziekte, omdat die 2 keer per dag gespoten moeten worden. Als een zwerfkat bij zwerfdier komt, maken wij een foto van hem. En worden de belangrijkste kenmerken bij de foto gezet. En daar kunnen dan mensen op reageren. Als de kat 2 weken heeft gezeten, dan gaan wij hem klaarmaken voor herplaatsing. En we kijken eerst van, zou het een buitenkat zijn of juist een binnenkat? En als we al die dingen op een rijtje hebben, dan zetten wij de kat op onze site met een foto en een leuk verhaaltje erbij, waarin we de belangrijkste zaken vermelden die wij nu over de kat dan weten. En dan mogen mensen reageren of via de site of via een telefoontje. Ja, wij hebben ook het adoptieplan en dat hebben we in het leven geroepen, omdat er altijd katten zijn die niet geplaatst worden. Maar wij hebben een prachtig verblijf, het adoptieverblijf. En daar hebben we ruimte voor 35 katten en die mogen levenslang bij ons blijven wonen. Maar voor €12,50 per maand kun je die kat adopteren. En dan krijg je 3 keer per jaar een brief van de kat met foto's. En verder organiseren wij 2 keer per jaar een bezoekmiddag voor de adoptanten. En de adoptanten ontvangen ons kwartaalblad. Helaas krijgen we nagenoeg geen subsidie. En we hebben heel veel katten zitten die natuurlijk erg veel zorg nodig hebben. Omdat we dus bijna geen subsidie krijgen, zijn we afhankelijk van donateurs. Ook van adoptanten. En heel soms krijgen we een erfenis, dus nou, daar zijn we altijd heel erg blij mee. Want daar kunnen we, nou ja, we kunnen zoveel goeds doen voor die katten met dat geld.